Met samenleiding. Waarom? Waarvoor? Inbreken? Ja. Ja, helemaal niet goed. De benietstand worden verplicht. Waarom moet dat weer zo hard dan? Je hebt recht op een advocaat. Maar die wil ik. Gaan. Dan gaan we het zo op het bureau even rustig over hebben. Heb je scherpe voorwerpen bij je? Niet dat ik weet. Nee? Zit. Telefoon. Pieter Eilander, wijkagent in Nunspeet. Jullie gaan volgende week wat leuks doen. Ja, klopt. We gaan middels een actie Boef in de wijk aandacht vragen voor woninginbraken en verdachte situaties. Ben je eerder met de politie in aanraking gekomen? Ja, normaal zijn het die vrienden. Ja, oké. Okay. Nu niet meer. Nee. Maar die dingen die zitten ook aardig strak. We zijn bijna bij het bureau, dan mogen ze eraf. Ja. Rij maar door met je wielen. Hoe gaan jullie dat doen? Wij gaan volgende week dinsdagmiddag vanaf 4:00 gaan we een aantal verdachte situaties creëren. Daar gaan we via Facebook aanwijzingen over verspreiden. En is de bedoeling dat burgers die boef gaan vangen en zo een leuke prijs gaan verdienen. Ja. Deze kant. Wat is deze kant? Hier linksaf. Einde rechts. Krijg ik dan morgen ook ontbijtje op bed? Dat zie je morgen wel, hè? Ik ben dan. Ja, 9:00. Ja, je gezicht aan de muur gaan staan. Dan ga ik die handboeien losmaken. Eerst de linkerhand. Volgens de rechterhand. Zijn hand los is, dan plaats je hem tegen de muur. Hoe kunnen de mensen dan meedoen? Kunnen ze zich aanmelden of wat is de bedoeling? Ja, ze kunnen via Facebook of de buurtwacht of in Elspeet het buurtpreventieteam kunnen ze de berichtgeving volgen. Ze hoeven zich van tevoren niet aan te melden. De buurtwacht wel, via Facebook niet, kunnen ze gewoon het evenement volgen. En dan krijgen ze de aanwijzingen. Boef in de wijk, in wat voor wijken wordt dat gehouden? Is dat in heel Nunspeet of is dat een aparte wijk? Of hoe gaan jullie dat indelen? We gaan 's middags gaan we het in Nunspeet doen en daarbij zullen we verschillende wijken aandoen. Dus dat gaan we van tevoren nog niet verklappen. En in de avond gaan we de actie verplaatsen naar Elspeet. Dus de mensen worden op de hoogte gehouden door middel van de Facebook van de politie Nunspeet. Zijn er nog andere kanalen? Nou ja, zoals gezegd, de buurtwacht Nunspeet die zal ook onze berichtgeving delen voor de mensen die zich daar hebben aangemeld. Pieter, dankjewel. Graag gedaan.